De herstelwerkzaamheden aan de Nijmeegse brandgrens zijn vandaag weer in volle gang uitgevoerd door Rob Jaspers en Theo Rikke. Beide mannen controleerden de naamplaatjes die zijn neergelegd ter ere van de slachtoffers die tijdens het bombardement op Nijmegen in 1944 zijn omgekomen. In totaal liggen er 800 naamplaatjes verspreid door de stad. Het is inmiddels de derde dag dat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De organisatie Brandgrens 024 wil op 22 februari tijdens de 75ste herdenking van het bombardement speciaal stilstaan bij de slachtoffers. Het is de bedoeling dat bij elk naambordje een lampje gaat branden.